Kijk, hier staan naast die T-Rex, dat is onze, een van onze topstukken. Ja, die is uitgestorven. Heel fijn eigenlijk, want als die er rond zou lopen, zou we een probleem hebben, maar wij gaan eigenlijk helemaal niet over uitsterven, wij gaan eigenlijk proberen om te zorgen dat er niet andere soorten ook nog uitsterven. Dus we gaan over biodiversiteit. Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur bij Museum Naturalis. Vanuit zijn rol zoekt hij actief de samenwerking met andere partijen om de natuur gezond en gevarieerd te houden. Kijk, als ik, als ik iets weet van bijen, dan gaat dat de wereld niet veranderen. Dan gaat het alleen maar goed als ik met de gemeentes praat, of met de boeren praat, of met anderen. Allerlei mensen en partijen die, in, die ons landschap kunnen veranderen. En die kunnen zorgen voor meer biodiversiteit. Nu het museum als gevolg van de coronacrisis al maanden gesloten is, zoekt Naturalis de samenwerking met Staatsbosbeheer op. Museummedewerkers helpen een handje mee in de vrije natuur. Nou, het, is, het is eigenlijk wel ja, geluk bij een ongeluk. Het is natuurlijk nooit leuk als het dicht is. Maar we hebben medewerkers die inderdaad in het veld met de, natuur, met de Staatsbosbeheer bezig zijn om uh, te leren wat zij eigenlijk doen. Aan de andere kant hebben we ook uh, regelmatig overleg met, uh, met Staatsbosbeheer over ja, wat, wat hebben zij nou aan kennis nodig om die natuur nog meer te beschermen. Dat is wel interessant, want je zou denken, Nou, Assasin-bosbeheer weet alles. Hè? Die hebben allemaal bos en die kunnen dat beheren en zo. zo, zo. Maar dat is niet helemaal waar. Is het is natuurlijk handig als je weet wat er allemaal voorkomt. En hoe je kan, uh, hoe je kan monitoren of je het goede doet. En dat, uh, dat is heel veel werk. Dus wij maken uh, tools, eigenlijk gereedschappen om dat slimmer te doen. We hebben nu camera's die je in het veld neer kan zetten. Dan heb je een geel stuk uh, papier. En dan landen insecten op. Die camera neemt foto's van insecten, elke tien seconden. En wij kunnen die camera automatisch insecten laten tellen en herkennen. Nou, dat is iets dat is veel te duur, natuurlijk, als je dat in het veld moet doen. Dus wij helpen Staatsbosbeheer met die automatische beeldherkenning, met monitoring, uh, om beter in te kunnen schatten hoe, hoe het gaat met de biodiversiteit. Voor het verbeteren van de biodiversiteit is alleen een samenwerking tussen Naturalis en Staatsbosbeheer niet genoeg. Nederland is, uh, zeg maar, Champions League als het gaat om uh, biodiversiteitsverlies. We hebben weinig natuur, slechte kwaliteit, uh, heel een, enorme druk erop. En dat is niet goed. Soorten gaan allemaal achteruit. Dus hoe kunnen we dat ombuigen? Nou, door met z'n allen samen te werken. En dat is met partijen als Staatsbosbeheer, maar ook met de waterschappen, met banken, met gemeentes, met uh, natuurorganisaties. En dat vraagt ook eigenlijk omdenken. En omdenken, dat klinkt makkelijk, maar dat is, dat is niet voor niks moeilijk. Dat is omdenken. Het is anders dan je normaal doet. En dat doe je met z'n allen. Bijvoorbeeld, hè, als je je bermbeheer ziet. Nou, dan kan je denken, waar kan ik groen laten groeien? Nee, je kan ook denken, hé, hey, lang als het kan, kort als het moet. Dus in principe doen we het lang, of in principe maken we het groen, de dus stad, behalve als het echt grijs moet met tegels. Nou, die manier omdenken, dat proberen we steeds meer erin te brengen. Ook voor de mensen die thuis de natuur een handje willen helpen, heeft Biesmeijer een tip. Um, als je een grasveld hebt, ja, dan kan je dat elke twee weken maaien, maar dat is geen verrassing dat je dan niks hebt natuurlijk, want dan heb je alleen één soort gras. Je kan ook bedenken waar kan ik andere planten neerzetten. Elke plantensoort levert je potentieel 10, 20 soorten insecten en andere en vogels weer op en andere dingen. Dus meer, hoe meer diversiteit je hebt, hoe meer lol je eigenlijk van je tuin hebt. En gelukkig ontdekken heel veel mensen dat nu met corona.